Lara en Max. Kom je spelen met Lara en Max? Wil je leren met Lara en Max? Lara en Max. Hey, Max, wat wilde je vandaag laten zien? Nou, dit zie ik altijd. Ja. Dit zie je niet zo vaak. Hier zit een regenboog op de grond. Een regenboog op de grond. Ik ga even filmen. Ik ga even kijken of ik het kan zien. Dat komt door het tafeltje. Oh, wacht eventjes. Wauw, dat is mooi. Ik zal even het tafeltje een beetje verschuiven. Dan wordt hij nog een beetje groter. Ja, het komt inderdaad door het tafeltje. En het zijn ook precies de regenboogkleuren. Ja, hier paars. Hier een beetje blauwachtig. Groen, geel en oranje. En hieronder een beetje rood nog. Echt heel erg mooi. Hey, dames, weten jullie toevallig hoe dat heet? Prisma? Een prisma, inderdaad. Oh ja, een prisma. Ja, en de prisma die ontstaat doordat de zon op glas schijnt. En zo kaatst het. En dan weer kaatst het precies op de grond. Dus hier, dit is het tafeltje, daar schijnt de zon op. En daardoor komt die prisma daar op de grond. Mooi, hè? Ja, de zon heeft tegen de regenpijp naar de tafel. Ja, heel apart. Dus staat dus precies in een speciale hoek. En doordat hij hier dan door dat glazen tafeltje heen gaat, komt hij daar op de grond terecht. Mooi, hè? Ja. Nou, en dat wilden jullie eventjes laten zien? Ja. Oké. En ja, we houden natuurlijk ook van regenbogen. Hè? Kijk hoe mooi het eruit ziet op je hand. Heel mooi, Max. Laat nog eens zien. Wauw. Ja. Heel cool. Lara heeft op de handschoen. Het is een verf zo van school. Stoer, hè? Nee. Hey, gaan we even afsluiten? Want het is wel een hele korte Lara en Max, maar wel heel erg leuk om te laten zien. Wat zeggen we dan? Tot de volgende Lara en Max!